heel fijn. Het was niet alleen een lach, maar ook heel ontroerend. Ik ben een beetje de vaste huisregisseur geworden van dit gezelschap. Er was een klik bij de eerste keer dat ik bij het hen zelf heb meegespeeld. En dan hebben ze mij gevraagd, ja, zie je het eigenlijk wel eens zitten om ons te regisseren? Kom! En dan komt op mijn gezag. De Vijf Magische Krachten is een nieuw spektakel van Magic Michael. Met als gastvedette Katrien de Becker. Fantastische actrice waar ik al mee gewerkt heb. Daar kijk ik ongelooflijk naar uit. Ja, inderdaad. Ik ben wel heel blij met die rol. Ik speel graag de slechterik en ik steek graag stokken tussen de wielen. Dus ik ben wel blij. En ja, ik ben ook eigenlijk wel blij om dit eens mee te maken. Een beetje magic. Ja, de kindjes zijn enthousiast, hè? Dus zij komen graag meekijken. Waarbij dat onze goede vriend Piccolo een superheld zal worden en zal proberen om Kerst te redden van de ondergang. Door een van de grootste slechteriken ooit die op de poppen zal komen om Kerst te vernietigen. Wie daar echt fan is van die rode Piccolo, moet zeker en vast afkomen naar Theater Scala op 9 en 10 december, want het is zijn voorlaatste show. Ja. En alle mooie liedjes komt een einde. En binnenkort dan ook die van Piccolo. Hij vindt het leuk, dus we gaan wij zoveel mogelijk proberen te gaan. Ik zal ze vernietigen. Super. Ja, het was heel aangenaam verrast. En de kindjes, kijk, 5 jaar en 8 jaar en ze konden alles heel goed volgen. Het was echt kindvriendelijk, het was echt heel, heel mooi. En het is toch altijd wel een heel leuk verhaal en altijd wel leuk dat er ook een extra personage bij zit. Ja, ze doen dat goed, hè.